Goedemorgen. Wat fijn, jullie zijn er allemaal al. Ik ben weer blij om jullie vandaag te zien. Juf Annieke ten Haven van kindcentrum Beatrix in Bijlen geeft les vanuit huis in Ursingen. Met mooi uitzicht en goed gezelschap. Dank. Heel goed, het woordje dank. Ik ga hem hier even typen. Online lesgeven was eerst wel even wennen. Maar nu het uiteindelijk zo goed werkt, is het toch ook wel weer heel leuk. En zeker in deze tijd maakt het online lesgeven het wel mogelijk dat we de kinderen nog even kunnen zien. Dat ik echt contact met ze kan hebben. Dat ik ze toch nog een instructie kan geven. En dat is wel heel fijn van het online lesgeven. Ook vergaderen met collega's gebeurt online. En als extra uitdaging geeft ze de leerlingen een challenge. Ze neemt het filmpje op samen met haar broer. Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe challenge voor vandaag. Wat heb je nodig? Je hebt nodig een stoepkruid en een vliegtuigje. Waar het voor onszelf nog een beetje zoiets van is van dan komen we ineens op beeld. Is het voor de kinderen eigenlijk, die gaan er zo in mee. Die denken oké, nu is dit zo en is dat ook goed. Ik zie jullie foto's en video's met veel plezier tegemoet. Zet hem op, jongens. Doei, doei. Bij basisschool De Polster in Nieuwbuinen belt meester Henk vandaag al zijn 17 leerlingen. Hey, goedemorgen, Mike. Met meester Henk. Hoi, kerel. Hoe gaat het met jou? Het is leuk om de stemmen even weer te horen, natuurlijk. En het is natuurlijk ook even goed om te zien hoe ver ze zijn met hun werk. Of het allemaal lukt. Kan dat niet met beeldbellen dan? Op dit moment zijn we drukdoende met de Chromebooks om het zo in te stellen dat we, mocht de situatie langer gaan duren, dat we de kinderen de Chromebooks mee kunnen geven naar huis. En dat ze dan via de Chromebook kunnen gaan beeldbellen. En dan kunnen we ook met elkaar lessen uitwisselen, zeg maar.